Hartelijk welkom allemaal in deze prachtige zaal van het Stadhuis van Nijmegen. We zijn te gast bij de heer Bruls, burgemeester. Maar ook een belangrijke speler in alle regionale verbanden, zelfs tot het landelijk niveau. En wij gaan aan deze tafel praten over de gids voor regionale samenwerking, die de beide bureaus Dirk Zwaar-Koksevoogd hebben gemaakt en waarbij de heer Bruls eerder zijn bijdrage heeft geleverd in het kader van de klankbordgroepbijeenkomst. En we zijn zeer verheugd dat we nu met hem het gesprek mogen hebben en straks het eerste exemplaar mogen overhandigen. En meneer Bruls, om met u te beginnen als burgemeester van Nijmegen. U heeft natuurlijk een positie en een belang in allerlei samenwerkingsverbanden. Kunt u ons eens iets vertellen over de overwegingen voor Nijmegen om in dat soort regionale verbanden actief te zijn? Ja, die overwegingen zijn velerlei, hè, want we hebben veel belangen, maar ze zijn niet allemaal hetzelfde. Kijk, soms zijn het samenwerkingen, die zijn gewoon wettelijk opgelegd. De samenwerkingen die we hebben in veiligheidsregio's of omgevingsdiensten, die zijn dus wettelijk opgelegd. En ik ken heel veel gemeentebestuurders die dat liever niet hadden, maar dat helpt dus niet. Dus dan moet je er toch iets positiefs van maken. Het zijn vaak dus hele belangrijke samenwerkingen. Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel samenwerkingen, dat is misschien nog wel de meerderheid, waar je wel een taak hebt als gemeente op een bepaald terrein, maar waar het niet per se hoeft met andere gemeenten en helemaal niet met hoe je dat met andere gemeenten doet of de hoeveelheid andere gemeenten. Dus dan doe je dat eigenlijk omdat je samen sterker bent. Je kunt samen ook een betere dienstverlening aan de burger leveren. Het kan zijn om kosten te besparen. Die dingen gaan soms ook wel samen. Dat zijn wel de overwegingen. En die lopen, het lastige is dat ze soms natuurlijk ook door elkaar lopen. Maar er zitten dus veel belangen. En er is eigenlijk nauwelijks een beleidsterrein te noemen dat zelfs voor een gemeente als Nijmegen, qua omvang de tiende van het land, waar je niet op een of andere manier de samenwerking regionaal met overheidspartners en soms ook met niet-overheidspartners moet opzoeken. Ik denk als je dat terugblikt naar een jaar of 30 geleden, is dat enorm gegroeid. Heeft dat ook te maken, denkt u, met toenemende taakpakket van gemeenten of ingewikkelde maatschappelijke opgaven? Ja, ik denk die samenhang, dat laatste is misschien nog wel belangrijk, de complexiteit. Hè, want neem bijvoorbeeld een GGD. Die was 30 jaar geleden, hadden de steden in dit land gewoon een eigen gezondheidsdienst. Nou, strikt genomen zou je dat nou best wel kunnen doen, maar het is veel complexer geworden. De expertise die je nodig hebt, dus los even van de wettelijke verplichting die er nu onder ligt. Die wettelijke verplichting is eigenlijk gekomen omdat we zijn gaan regionaliseren. En daardoor zijn we het met een wet gaan onderleggen. Dat is wel interessant te zien. Er zijn maar weinig samenwerkingsverbanden, omgevingsdienst is het meest recente voorbeeld, wat echt van bovenaf is opgelegd, hoewel gemeente het zelf misschien nog niet 1, 2, 3 niet wilde. Meestal is die beweging van samenwerking al op gang gekomen, omdat het door complexiteit, kostenvoordelen of kostenbesparing, dat die steeds meer stegen, had men die samenwerking al gezocht. Ja, oké. Mooi, zullen we eens kijken, want u heeft op verschillende beleidsterreinen en in verschillende vormen ervaring met die samenwerking. Hè? Kunt u ons eens iets vertellen over de leerpunten, knelpunten waar u nu tegenaan loopt? Dat mag ook in uw eigen rol als bestuurder zijn, hè? Niet zozeer als gemeente. Want dat vinden we interessant om te horen, om te kijken of we nou met de gids iets aan het doen zijn, wat kan helpen. Dan kunt u een paar Wat de eerste knelpunt ik zou willen noemen is dat je er als gemeentebestuurder natuurlijk vanuit verschillende rollen in komt te zitten. Je bent vaak de vertegenwoordiger van de gemeente doordat je bijvoorbeeld portefeuillehouder bent. Of je bent aandeelhouder ergens in. Hè? Het hoeven niet alleen maar publiekrechtelijke samenwerkingen, het zijn vaak ook dat soort privaatrechtelijke samenwerkingen. En dat is natuurlijk niet per se hetzelfde. Je publiek belang hoeft niet per se hetzelfde belang te zijn als het bedrijfsmatig belang wat je najaagt. Daarnaast zit je in zo'n bestuur, en ik merk het zelf, ik ben regelmatig voorzitter van zo'n bestuur. Ja, dan heb je dus minstens twee rollen. Hè. Je bent en voorzitter en toch nog steeds vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheidsregio, waar dat heel duidelijk in de orde komt. En die samenwerkingsverbanden hebben, zeker ook door de toegenomen complexiteit, hebben altijd te maken met een zekere afstand naar hun deelnemende gemeenten of provincies of waterschappen. En ik merk dat door een derde, dat is van alle tijd, hè, die afstand, dat los je ook niet 1, 2, 3 op, daar moeten we mee leren omgaan. Maar ik vind dat het een derde ook wel iets te zeggen is over eigenaarschap.
Kijk, het feit dat je iets samen doet, wil niet zeggen dat het niet meer van je is. Maar het voelt, omdat je het op afstand niet meer van jezelf. En ik heb het gemerkt bij samenwerking die startte, dat ambtenaren die in dienst waren van de gemeente, op het moment dat ze dienst kwamen van het samenwerkingsverband, waren het niet meer onze mensen. En daar gaat heel veel fout in mijn beleving. Dat zit hem dus veel meer, en ik denk dat jullie gids daar ook een waardevolle bijdrage hebben. Dat zit hem niet zozeer in de juridische constructie en die rollen waar je mee omgaat. Maar er is gewoon geen gevoel van eigenaarschap meer. En dat zullen we toch weer moeten terugkrijgen, is mijn stelling. Dus dat gaat veel meer over een cultureel iets. Van hoe ga je met samenwerkingsverbanden om? Het omgekeerde geldt ook. Hè. Samenwerkingsverbanden moeten ook niet denken dat... Hey, ik ben nu een samenwerkingsverband, mijn eigen directeur en een eigen bestuur. Dus kan ik mijn eigen besluiten nemen. Ja, dat is wel zo, juridisch gezien. Maar dat is toch wel apart als je 100% gefinancierd bent en onder het bevoegd gezag van die deelnemende overheden staan. Dus er is naar beide kanten toe, moeten we die toenadering zoeken. Want anders, je kunt het juridisch perfect regelen. Je kunt allerlei oplossingen bedenken. Je kunt die rollen elk jaar weer beoefenen. Maar als je niet het gezamenlijk gevoel hebt, wij zijn één club, we staan nog steeds voor die publieke taak, of we die nou publiekrechtelijk of privaatrechtelijk doen, maar we staan voor die gezamenlijke publieke taak, daar gaan die lukken. En ik zie daar heel veel spanning op optreden. Dat is een voortdurende discussie die we met elkaar voeren. Wij en zij, hè, gaat heel snel ontstaan. Ja. En ziet u dat ook binnen de gemeente, met name tussen college en raad? Vindt de raad het ook moeilijker? Voor de raad is het heel erg lastig. Omdat het verlengd lokaal bestuur. Ja, precies. Het is natuurlijk amateurbestuur, maar zij zijn wel uiteindelijk verantwoordelijk. Ja. Zij gaan over de budgetten en worden er ook op aangesproken natuurlijk. Als dingen nu gaan, als vuilnisgoed wordt opgehaald door de regionale vuilnisdienst, ja, dan kun je wel 100 keer roepen, we doen dat samen. Maar in die straat is het toevallig wel weer die vuilnis. Omgevingsdienst, hè, die zijn helemaal in discussie op dit moment. Zeker ook hier in de stad, rondom een aantal milieuconflicten die we hebben. En dan is het voor een raad hartstikke lastig om de sturing daarop te verzorgen. Want de raad kan het niet op het microniveau doen van die bestuurder van die gemeenschappelijke regelingen en dit soort voorbeelden. Maar aan de andere kant helemaal alleen maar zeggen, ja, je stelt een budget ter beschikking en je hebt je kaders gesteld en het college komt nog een keer terug om te zeggen, ja, we hebben het geld ook netjes uitgegeven. Dat is natuurlijk te weinig. Dus we moeten echt veel meer investeren om die raden goed betrokken te houden bij die gemeenschappelijke regeling. En anderzijds hen ook wel de goede rol te laten vullen. Met andere woorden, niet zorgen dat ze op de stoel van de directie of het bestuur van zo'n regeling, van zo'n gemeenschappelijke regeling gaan zitten. Ja, mooi. Dus even naar u, mevrouw Zijlmaker. De gids die heeft natuurlijk ook een juridisch fundament in de wet gemeenschappelijke regelingen. Althans als het gaat om deel A. Kunt u daar nog eens even iets over zeggen? Hoe we dat nou moeten zien, die verhouding tussen die wet en wat we nu in de gids hebben opgetekend? Ja, de gids is eigenlijk een aanvulling en eigenlijk ook wel een uitwerking van het hele wettelijke stelsel. De wetgever heeft overigens ook gesignaleerd, wat de heer Bruls net zei, hè, dat die raad op afstand staat en dat daar wat meer instrumenten nodig zijn. Er is nu een wijziging van de wet in de maak, waar eigenlijk 4 instrumenten worden toegevoegd, waardoor de raad meer en ook de burger meer betrokkenheid krijgt bij die samenwerkingen. En als je dan kijkt in de stukken die dan worden geproduceerd rondom zo'n wetswijziging, dan wordt er ook in gesignaleerd, die wet, dat is mooi, hè? Daar zitten instrumenten in, bevoegdheden, maar daar ben je er niet mee. Het gaat ook om good practices. Hoe richt je je eigen organisatie in? In de gids bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, bevelen wij aan om zowel per deelnemer aan de samenwerking een contremal in te richten, als een gezamenlijke contremal voor alle deelnemers in een gemeenschappelijke regeling, in een samenwerkingsverband. Dat wil zeggen een ambtelijke ondersteuning die echt er is op toegerust heeft, die een taak heeft om die samenwerking te regisseren en om te bewaken dat iedereen zijn rol pakt, dat termijnen worden, dat informatie op tijd wordt verstrekt. En en dat soort gedrag in te bouwen in de organisaties, faciliteer je die samenwerking. En dat levert dan ook een bijdrage aan wat de heer Bruls net zei, ook het vertrouwen in en het belang van, het gevoel van, ja, die samenwerking is belangrijk, hier doen we het voor. We worden ook in staat gesteld om dat goed vorm te geven. Dat plus dat allemaal op naar een goed functionerende samenwerking. Dus wij hopen en denken dat die gids dus als je die groep bekijkt en je gaat eens kijken van, goh, is onze organisatie daarop ingericht? Wat kunnen we doen? Er zitten hele handige aanbevelingen in, heel praktisch, denken wij, om daar een verbeterslag in aan te brengen.
Ja, en aanvulling op de wet. Ja, en zou dat ook te maken kunnen hebben met hoe kunnen we voorkomen dat die kloof tussen deelnemers en samenwerkingsverband groter wordt, of liever nog kleiner wordt, waar de heer Bruls over sprak, dat het meer het eigenaarschap bevordert? Ja, precies. Ik denk dat, die aanbevelingen en ook die principes, het zijn ook best normerende principes, maar ook zeker gericht op soft skills, vertrouwen, erkennen dat er op enige afstand een samenwerkingsverband is, dat ook voor ons als deelnemer bezig is. Daar is het, als je die aanbevelingen volgt, dan kan je daar een slag in maken en dat leidt dan tot een beter functionerende samenwerking en meer vertrouwen. Okay. U sprak daar net al even over, dat de gids, en dit is denk ik een van de elementen die erbij een rol kan spelen, de gids zou kunnen helpen om het ook voor bestuurders of voor ambtelijke toppen die... Ja, voor wie het vaak een nieuw terrein is, zeker als ze nu in het openbaar bestuur komen, om ze te helpen wegwijs te maken, wat is nou eigenlijk je rol, wat word je daar nou geacht te doen, hoe hou je je achterban, om die term te gebruiken, bij de les. Kunt u daar nou eens op reflecteren, wat u dan oppikt, ook uit de klankbordbenings, maar ook uit de gids zoals die er nu ligt, waarvan u denkt, hé, dat was voor mij wel een beetje een nieuw inzicht, of een aanscherping van inzichten die ik al had, of... Zet me nog iets scherper? Nou, wat ik heel goed vind in de gids, is dat je begint waar elk gesprek moet beginnen, namelijk bij wat zijn de waarden die we delen? Wat zijn de uitgangspunten zoals die hier in de gids staat? Dat is heel erg belangrijk, want zelfs wat u zegt, mensen die nieuw zijn, nou, het grootste risico zit misschien wel de mensen zoals ik die er een hele tijd zitten, die altijd uitgaan van bepaalde waarden, maar als we dat niet met elkaar bespreken, denk ik dat het heel vanzelfsprekend is en een nieuw bestuurslid niet en omgekeerd. Dus dat vind ik heel sterk. En van daaruit kijken naar wat betekent dat nu ook praktisch? Wat zou je nu kunnen doen vanuit die uitgangspunt? Dat vind ik heel, heel sterk. Dat gaat ook wel helpen. Ik had zelf al bedacht. We zitten natuurlijk over een halfjaartje hebben we weer een heleboel nieuwe bestuurders en verkiezingen. Ik kan me heel goed voorstellen, dat doen al die samenwerkingsverbanden, net als al die nieuwe gemeenteraden en colleges. Die gaan de spreekwoordelijke dag de heien op of die gaan bij elkaar zitten. Nou ja, soms kijken ze elkaar aan, anderen gaan gelijk door. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je in de hand van zo'n set van die uitgangspunten langslopen, afhankelijk van het type samenwerkingsverband, hè, want dat onderscheid maken jullie ook in deze gids, dat je daar dus langs loopt en dan kom je al een heel eind, want dan kom je er al vrij snel achter, we zitten op één lijn. Althans, als iedereen zegt, dit zijn de waarden die we hebben, dan zit je op één lijn, dan heb je in ieder geval een basis verder. Of je komt erachter dat er verschillen zijn. Dat is op zich ook niet erg, maar dan moeten we dat verschil wel eerst zien te overbruggen voordat we die samenwerking verder gaan zetten. Dat vind ik, dat denk dat deze gids wel bij kan helpen. Nou, we mogen nu eens eventjes pendelen. Als we dit zo horen, dan zitten er ingrediënten in de gids. Dat was ook onze doelstelling, om kennis en ervaring terug te geven aan het publiek domein. Die daar misschien allerlei handvatten voor bevatten. Kunt u eens iets zeggen over wat daarover de plannen zijn? Hoe gaan we deze gids laten leven in de praktijk? En voorkomen we dat hij op de ingekomen stukkenlijst komt van een DB of AB en vervolgens in de boekenkast verdwijnt? Ja, zo hebben we heel de tijd naar de gids in ieder geval gekeken. Dat we gezegd hebben, ons primaire doel is iets op te stellen wat leeft. In eerste instantie wilden we er ook geen hardcopy van maken, want levende documenten moet je kunnen aanpassen. Maar toch hebben we ervoor gekozen om een paar te printen. Dus dit zijn unieke exemplaren die hier liggen. Het laten leven van de gids is door er veel over te communiceren. Dus als bureau willen we er in ieder geval ook veel over communiceren dat hij er is. We hebben ook een grote ambitie uitgesproken dat uiteindelijk de gids een opmaat is om te komen tot een soort code rondom regionale samenwerking. Dus dat betekent nog een hele grote opgave voor Hanna en mijzelf en onze bureaus om daar een slag in te maken. Maar dat betekent ook kijken waar de kansen liggen om het onderwerp ook op de agenda te krijgen. En dat kan door bijvoorbeeld bij de koepels te kijken of we samen met hen is een quick scan zouden kunnen ontwikkelen voor regionale samenwerking. Ja, dus dat is een manier om dat te doen. En wat nog mooier is natuurlijk, is dat het initiatief
vanuit de regionale samenwerking komen om te kijken van, als we nou die gids hebben, kunnen we daar nou eens een gesprek over voeren. Hè? Zoals u aangaf, het is goed om aan de voorkant en aan het einde eens te evalueren hoe het zit met rolneming en met waarde. Maar ook om te kijken naar wat leert nou zo'n gids in de loop van de tijd om die samenwerking te versterken. Door dat bestuur te versterken, doordat je je rolneming scherper neemt. Dat je transparanter bent over hoe je omgaat met de belangen die je hebt en de rollen die je hebt. Ik denk dat dat eigenlijk een van de mooiste manieren zou zijn dat bestuurders, en dat kunnen dagelijks bestuur zijn, maar dat is nog mooier als het AB is, dat ze hier echt het gesprek over aangaan. Want ik denk dat op een moment dat als dit ooit, hè, als we het zover kunnen krijgen dat dit een code wordt, dat daar dan ook op die manier in die besturen omgegaan wordt met wat er dan uiteindelijk ligt. En ik denk dat er nu heel veel handvatten liggen waar bestuurders, hè, het kan een naslagwerk zijn voor bestuurders, het kan een gids zijn als je ergens tegenaan loopt, dat je kijkt, kan ik nou hier iets in vinden wat een mogelijkheid is? Hè? Natuurlijk, je kan het ook aan een collega vragen, maar misschien kan je dat op deze manier ook vinden in de gids. En het mooiste is dat je het agendeert in je bestuur om te spreken over hoe gaan we nou met elkaar om? Wat zijn onze waarden die binden? Hoe zorgen we nou dat die verschillende petten, dat we daar goed mee omgaan? En dat we daar transparant over zijn? Hoe zorgen we dat die raad betrokken wordt? Hoe kan je daar nou als bestuur, ik denk dat je daar een belangrijke rol in hebt. En de gids, denk ik, kan daar heel goed bij helpen. Mooi. Als u iets hoort, heer Bruls, en ja, dat is denk ik ook een beetje de zoektocht van beide bureaus. Hè. Bestuurders zijn zwaar belast, hebben weinig tijd om veel te lezen. Dit is dik, hè? Dus dat begint... Wat had dikker kunnen zijn, hè? Zeker. Ik was als half vol. Dus... Had wel als klok niet. Ja, goed, ik geef eerlijk toe, ik lees ook liever een goed dik boek van Dostojevski naar dit soort lectuur. Maar voor degene die niet weet, Dostojevski was een Russische schrijver uit de 19e eeuw, want niets is vanzelfsprekend, weet ik meer om te veronderstellen. Neem in alle ernst, door doorheen bladeren, nog geen 100 pagina's, met wel helder dat verschil uitgangspunten en dan praktische casuïstiek aanbevelingen. Dat is op zich ook wel overzichtelijk. Oké. Okay. Dus we zouden naar een manier moeten zoeken om in contact, en kan ook in de vorm van pilots of cases, hè, eens te kijken of er, met name niveau van het bestuur van de samenwerkingsverband, en ook niet vooral probleemgestuurd, daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn. We gaan naartoe omdat er een probleem is. Ja. Het zou mooier zijn als je het aan de proactieve kant kunt doen. Ik denk zelf dat nu de gemeenteraadsverkiezingen er komen en daarmee we toch wisselingen in de wacht krijgen in gemeenteraden en college van BW is in ieder geval dus in de gemeentelijke sector, dat een vrij natuurlijk moment is, omdat je aan het begin van zijn periode altijd even de bochtjes moet verhangen. Dus moet je ook even kijken van hoe zit het in die samenwerkingsverbanden. Er komen nieuwe mensen op en er blijven niet allemaal dezelfde zitten. En zelfs als dezelfde blijven zitten, is het altijd even een natuurlijk moment, omdat er nieuwe prioriteiten worden gesteld, om eens even na te denken van hoe doen wij die samenwerking eigenlijk hier en beantwoordt eigenlijk dat nog wel aan wat we met elkaar ook willen. Nou, dank voor dit gesprek. We zijn helaas door de tijd, hè, want we hadden er veel langer over kunnen bomen. En wij willen u zometeen graag het eerste exemplaar formeel overhandigen. Dat zullen Hanna en Norbert doen. Wij hebben een boekje gemaakt dat heet De Gids voor Regionale Samenwerking. Regie in de regio hebben we het genoemd, omdat wij het een belangrijk... wij zien in onze dagelijkse praktijk dat er een vraag is naar meer duidelijkheid rondom regionale samenwerking. We hebben de handen ineengeslagen samen met Dirk Zwager om te kijken van hoe kunnen we daar nou principes voor ontwikkelen en praktische handvaten voor ontwikkelen, zodat bestuurders, ambtenaren een instrument te krijgen om het nog beter te gaan. Ja. Het boekje. Ja, mooi, dankjewel. En dat mag ik uitreiken aan u. Nou, staat even voor op. Ja, ik kom u graag tegemoet. Dank u wel. Dank u wel. Nou, hier is het al. Ik laat het even goed zien. Dank jullie wel. En ik ben benieuwd. Ik hoop dat veel mensen
en goed praktisch gebruik van kunnen maken.